Ja, ik zei het al. Beide rechtsbacks hebben vandaag een goal gemaakt. Jij en Mark van der Marel. Welke was mooi? Die van jou of die van Mark? Nou, ik vond die van Mark, hoor. Buitenkantje rechts. Ik zei net ook al, ik zie hem dat wel vaker doen op de training. En supermooi. Ja, maar die van jou was wel belangrijker, want het was de openingstreffer. Wat deed je daar? Volgens mij zet ik hem ook nog zelf op. Zeker? Op het begin. En dan loop je gewoon door en Sander geeft hem perfect terug. Dit was misschien wel exemplarisch voor vandaag. Veel beweging, veel bewegende mensen. Oog hebben voor ook ploeggenoten in de 16. Ja. Dit was volgens mij voor jullie ook op het veld genieten, toch? Ja, het was zeker genieten. Maar ook belangrijk dat je snel die goals maakt. En dan weet je gewoon dat je nog meer ruimte krijgt. En laatste wedstrijden was dat wel iets minder, denk ik. Dat we die kansen benutten. Maar als je ziet, als we die kansen benutten, dan kun je hem uitbreiden. Ja. Ze hadden geen idee bij Tijd en Weide, Willem II, hoe ze met jullie moesten omgaan. Elke keer dat ze bij jullie eenmaal begon te lopen, hadden ze iets van, waar kwam die vandaan, wat gaat die naartoe? Ja, we hadden inderdaad veel beweging. En we hebben gewoon zoveel kwaliteit ook voorin lopen. En vandaag kwam er mooi het uit. Ja, geniet je dan zelf ook in het veld? Van, wow, het zijn wel lekker. Ja, tuurlijk geniet je. Ja. Daarvoor sta je ook op het veld, toch? Ja, zeker. Jij verdedigt, jij valt aan, je hebt een goal, je hebt een assist. Wat kun je allemaal niet? Kan alles? Nou, gewoon met beide beentjes op de grond blijven. Dat lijkt me wel verstand. Ja, is dat lastig of niet? Nee, voor mij niet. Nee zeker. Je bent heel reëel. Zeker. Maar ik zei in mijn verslag ook. Kleiber ging. En bij Utrecht keken ze rond. We hebben nog wel een paar rechtsbacks lopen. Maar jij voegt wel wat toe. Ja, dankjewel. En daarom ben ik denk ik ook gehaald. En, ja. Tot nu toe gaat het heel goed. Tot nu toe gaat het heel goed. Dit jaar gaat het waanzinnig. Tegen Vitesse verloren, maar de rest allemaal goede resultaten. Jullie stonden op een gegeven moment op plekken van mensen zeiden, daar hoort Utrecht niet te staan. Langzamer zeker? Ja, we zetten nu een mooie reeks neer. En dan zie je ook dat je klimt in een competitie. En wij moeten gewoon Europa halen. Goed, gefeliciteerd met deze overwinning. Weer een overwinning. Dankjewel. Dankjewel.